Gênante Tanden wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Mondgezondheid. Ruim 3,5 miljoen Nederlanders zijn het afgelopen jaar niet naar de tandarts geweest. Onder hen is ook de 49-jarige Ans uit Zwolle. Ans is als de dood voor de tandarts en is er al bijna 30 jaar niet meer geweest. Die angst is ontstaan in haar jeugd, omdat haar toenmalige tandarts hardhandig te werk ging en ook wel eens vergat te verdoven bij het trekken van een kies. Je mond is een belangrijk onderdeel van je lichaam. Je praat ermee, je eet ermee, je zoent ermee, je hebt daar contact mee, je presenteert je er zelf mee. Als het daar niet goed mee gaat, dan is dat een enorme belemmering voor je dagelijks leven. Het ziet natuurlijk vrij heftig uit als je zo in de mond kijkt. De tanden die aangedaan zijn, die zijn wel helemaal weg, dus die moeten er ook uit. Het valt me heel erg mee dat het tandvlees eigenlijk best gezond is gezien de omstandigheden. Er zitten heel veel tandsteen, het ziet er ook niet mooi uit. Ik ga nu eventjes met een haakje ook eventjes wat verder kijken. Ja. Patiënten zoals Ans zien we natuurlijk zelden. Klein in je mond is vrij extreem, de situatie is vrij extreem. Maar de oplossingen die wij daarvoor in petto hebben, dat zien we wel vaker. Dat dat nodig is en dat dat ook gewoon goed te doen is. Zodra even naar de mondhygiëne gaan kijken, ja, die is eigenlijk toch gewoon slecht. Er zitten van allerlei ontstekingen en zo. En we hebben ook gezien op de foto's dat dat toch beter moet. Je geeft ook aan dat je eigenlijk maar één dag, één keer per dag poetst. Dat je daarbij dat 's ochtends doet. Terwijl we eigenlijk liever willen dat je dat 's avonds doet. En tussen je tanden met raagertjes of vlos, dat gebeurt denk ik niet. Nee. Het is dus voor ons heel belangrijk dat we ook op de lange termijn eigenlijk haar gedrag veranderen, zodat ze iedere dag gewoon goed haar tanden poetst. Want een gezonde mond hebben is één ding, maar een gezonde mond houden is eigenlijk wat we willen. Joris wint er geen doekjes om. De staat van Ans ter kiezen is zo slecht dat ze zowel boven als onder getrokken moeten worden. Alleen de voortanden in haar onderkaak zijn te redden. Wat we eigenlijk, waar we naartoe gaan, is het wel een prothese in de bovenkaak. Waarbij eigenlijk de hele bovenkaak tandenloos wordt. Al haar kiezen en boventanden moeten worden getrokken en dan moeten de wondjes 3 weken helen. Pas dan kan de prothese worden geplaatst. Nou, het vervelendste van het hele traject gaat dus dan nu gebeuren. Ja. Ik ga het verdoven, ga diverse prikjes krijgen. Als dat geweest is, is in principe alle pijn voorbij. Hoe rustiger jij bent, des te rustiger de hele situatie is. Klein prikje. 1, 2. Doe het heel voorzichtig. Je doet het super. Druk blijf je een beetje voelen, hè? Dat weet je. Het einde van het behandeltraject van Ans komt eindelijk in zicht. Vandaag krijgt ze na weken intensieve behandeling haar nieuwe kunstgebit. Vandaag is het natuurlijk een bijzondere dag. Ans krijgt haar prothese en eigenlijk wordt de behandeling afgerond. Altijd een heel spannend moment. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de tandarts. Spannend, Ans. Ja. Ik zie je straks. Joris neemt Ans mee voor de allerlaatste stap. Haar nieuwe gebit wordt gepast en vastgezet. De tanden van Ans zijn door Nicolette op maat gemaakt en geslepen. Daarbij is goed gelet op de vorm van haar mond en de aanleg van haar gezicht. Kijk naar jezelf. Jeetje, wat een verandering. Ongelooflijk. Ik moet gewoon nu alles weer opnieuw leren. Ja. Laten lachen. Zonder gêne lachen. Zonder gêne lachen, ja. 10 keer per dag in de spiegel kijken. Nou, dat is wel heel veel. Ik zou het gewoon lekker doen. Het kan. Ja, het kan. Ja. Omdat het kan. Ja, omdat het kan. Ja, omdat het kan. Ja. Vandaag het aangrijpende verhaal van Rijn, die hartproblemen heeft en snel een gezond gebit moet krijgen om erger te voorkomen. Ja, dat is de hele duidelijke taal, Rijn. Ja. Ja, precies. Rijn en zijn dochter Manuela zijn vandaag voor het eerst bij het Tandheelkundig Instituut. En Rijn is op van de zenuwen, maar hij houdt zich groot. Fijn dat je er bent, goed dat je er bent. Ja. Het is een tijdje geleden? Ja, een paar jaartjes geleden, ja. Hoe lang is het ongeveer geleden? Ik denk bijna 25 jaar. Nou, Rijn maakt op mij toch een beetje ongezonde indruk. Hè? Hij heeft een beetje grauwig gelaat en een beetje onverzorgd komt hij over. Je mondverzorging, hoe vaak poets je je tanden? Eén keer in de maand zijn. Oké. Okay. In principe gaan we uit van 2 keer per dag. 1 keer per maand is echt te weinig. Het is natuurlijk heel belangrijk voor Rijn dat hij zijn algehele gezondheid beter gaat worden. Omdat door gezond te leven de kans op een nieuw infarct gewoon verkleind wordt. We hebben dit met het behandelteam overlegd en bekeken. De mond moet gezond. Dat is eigenlijk de basis, daar willen we naartoe. Er zijn ook een aantal elementen gewoon dermate slecht.
dat ze er ook echt uit moet. En dat, ja, dat is onontkomelijk, zou ik maar zeggen. Het goede nieuws is... Oké. Okay. Dat eigenlijk, ondanks je slechte mondgezondheid en slechte mondverzorging, hè, want je poetst één keer per maand, zo'n beetje, maar dat is natuurlijk ja, echt heel weinig eigenlijk, ja. Dat eigenlijk er toch nog een hoop elementen te behouden zijn. Okay. En, dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee, dat biedt perspectief. Op het moment dat hij nu zeg maar niet verandert, dan vergroot je daar uiteindelijk de kans mee op nog een infarct. Het is gebeurd. Je hebt het heel goed gedaan, Rijn. En je hebt het gehad. Hé, wat dacht je daarvan? Rijn is samen met Manuela voor de tweede keer op het Tandheelkundig Instituut in Amsterdam. Hé, hey, goedemiddag, Rijn. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja. Hoe is het met poetsen, Rijn? Goed. Ja, dat gaat goed. Dat is elke dag. Dus, Iedere dag, heel goed. Ja. Van één keer per maand poetsen naar één keer per dag poetsen is natuurlijk een enorme verbetering. En dat is hartstikke goed. Ik ben heel blij mee. Nou, het ziet er inderdaad echt wel beter uit. Ja, het is eigenlijk heel leuk om te zien hoe Rijn eigenlijk de zaak oppakt. Hij gaat ermee aan de slag. Zijn mondhygiëne is eigenlijk een stuk beter geworden. Eigenlijk doet hij precies wat we gehoopt hadden en hij is zijn lifestyle aan het veranderen. Er moeten meerdere gaatjes worden gevuld en Joris probeert zoveel mogelijk tandsteen te verwijderen om de nog overgebleven tanden te sparen. Is voor de laatste keer op het instituut en vandaag krijgt hij zijn prothese aangemeten. Even kijken in hoeverre het past. En? Nou, we zijn klaar eigenlijk. Oh. Er komt een goed moment. Jee, wat een verschil. Ja, ja. Zo. Nee, dat heb ik niet verwacht. Dit had je echt niet verwacht om jezelf zo nog te zien. Nee. Zo. Oh. Ja. En het grappige is, ik zie ook een gezondere vent. Het lijkt wel alsof je meteen veel fitter oogt. Ja. Rijn is een mooi voorbeeld om te laten zien dat ook uitgebreide gebitsproblemen gewoon goed op te lossen zijn. Zelfs als je 35 jaar niet naar de tandarts bent geweest. Vandaag zien we het aangrijpende verhaal van Nermin, die een trauma heeft opgelopen tijdens de oorlog in Bosnië en doodsbang voor de tandarts is. Kort en krachtig zeggen, is helemaal kapot. Ja. Alles is kapot. Voorkant heb ik heel veel hoofdpijn. En als ik eten, van binnenkant, hier, heb ik heel veel pijn. En doordat ik niet meer goed kauwen, dat ik niet goed eten, doordat heb ik maagpijn en ben ik heel veel aangekomen. De slechte staat van Nermins gebit heeft alles te maken met een traumatisch incident tijdens de oorlog in Bosnië, nu 23 jaar geleden. Nermin was 15 jaar toen zijn dorp werd aangevallen. Die komen ze duizenden granaten op staat. Dus ons huis is geraakt en ik word geraakt door die stuk beton hier. En dan is van die hier beneden, is op die moment alles gebroken. Dus... zeg ze tegen mij, die moet onmiddellijk eruit. Er is op dat moment wel een tandarts aanwezig, maar er zijn geen verdovingsmiddelen. 6 mannen moeten Nermin vasthouden als er 4 kiezen worden getrokken zonder verdoving. Dit is voor mij iets ergste wat heb ik meegemaakt. Wat heb ik meegemaakt? Nermin heeft alle moed verzameld en is met zijn ex-vrouw afgereisd naar Amsterdam. Hij heeft vandaag zijn eerste afspraak bij de tandarts, waar hij sinds de oorlog in Bosnië niet meer is geweest. Die bovenkaak die is natuurlijk heel slecht. Daar zit nog wat wortelrest in. Dat zal een prothese worden. En in de onderkaak verwacht ik eigenlijk dat we de meeste tanden die er nu in zitten gewoon kunnen behouden. Maar er zal nog wel wat toegevoegd moeten worden, omdat hij nu te weinig heeft om te eten. Joris zal er vandaag persoonlijk voor zorgen dat Nermin dit keer wel goed verdoofd wordt. Maar dat is geen garantie dat de behandeling zonder doodsangsten zal verlopen. Het is gebeurd. Klaar? Ready. Alles is eruit. Kan je rechtop zetten? Nou. Fantastisch gedaan. Nermin heeft zijn trauma uit het verleden overwonnen en krijgt vandaag eindelijk zijn prothese. En dan mag je proberen eventueel met je tong een beetje op het plekje te krijgen. Ja, bij het licht. Ja, keurig. Oh.
Gênante Tanden wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Mondgezondheid.